En wat vindt u van tatoeages? Kijk, ik heb hier, zie je, tatoeages. Dat vind ik niet mooi. Nee? Nee. Hoe komt dat? Ja, dat niet, ik vind dat gewoon niet mooi. Ik vind dat ordinair. Ordinair? Ik vind wel mooi zo iets netjes. Maar dat is toch netjes? Maar dat vind ik dat netje. Tommy Niessen vindt zijn werk in de ouderenzorg zo mooi dat hij er elke dag over vlogt en blogt. Met een gastles op het MBO Rijnland in Zoetermeer mocht hij de campagne Mooi Mensenwerk aftrappen. Ik vind dat er meer positiviteit moet komen en dat er niet alleen gekeken moet worden naar negatieve dingen. Dat vind ik heel belangrijk en als ik daarmee mensen kan enthousiast kan maken, dan is dat mooi. In deze klas zitten al een paar leerlingen die voor de zorg hebben gekozen. Met mensen te praten en te communiceren dan onder een auto, onder een brug te liggen met auto's te sleutelen die niet eens terug kunnen communiceren of zo. Het is gewoon echt, ik kan er niet tegen als iemand pijn heeft of wat dan ook. Ik wil gewoon het liefst iets doen voor iemand. En de waardering die je terugkrijgt, ja, is echt zoveel liefde. Gewoon echt, daar word ik zo blij van. Maar er zijn in de zorg nog veel meer mensen nodig. Als je gewoon landelijk kijkt dat er meer dan 40.000 mensen nodig zijn. Dan kan je nagaan dat het in een groot gebied als de onze zo neerkomt op 6.000 à 8.000 mensen natuurlijk de komende tijden. Ja. Dus gaan mensen uit de zorg als Tommy de boer op om te vertellen hoe mooi hun werk in de zorg is. Zit uw haar goed? Ik geloof het wel, even. Ja.